Ik ben Jan Muller, kunsthandelaar in Gent Centrum. Mijn specialiteit is schilderkunst, Hollandse en Vlaamse, van de 15e eeuw tot ongeveer 1920. Ik ben ten eerste zoon van een kunsthandelaar, maar ik denk dat de eigenlijke basis begint met mijn grootmoeder. Haar naam was Julia Dietens. En zij was in Vlaanderen eigenlijk uitgegroeid tot een heel belangrijke kunsthandelaar. Met niks begonnen. Mijn grootvader had een bedrijf in wasmachines dat failliet gegaan is na de oorlog, na Wereldoorlog II. En dan is het eigenlijk mijn grootmoeder die uit het niks begonnen is, zonder kunstkennis. En die toch, ze is vrij vroeg gestorven op 66-jarige leeftijd. Nu belangrijk was, die vrouw is een beetje mijn voorbeeld. Maar zij moet enorm gepassioneerd geweest zijn als verkoopster en als kunsthandelaar. En er wordt wel eens gezegd dat ik diezelfde passie in mij heb. Ik ben nu 44, word nog steeds gerekend onder de jongere antiquairs van België. Maar ik ben toch wel al een jaar of 20 à 25 bezig. Dus ik heb natuurlijk wel al de ervaring, denk ik, van een van de ouderen. Wat is er veranderd? Na heel veel schilderijen te hebben verhandeld, denk ik dat niet alles mij nog evenveel boeit. En nu ben ik heel kieskeurig geworden in zaken die ik persoonlijk wil kopen en nog meer die ik zelf wil houden. Eigenlijk ben ik een beetje ook uitgegroeid tot een verzamelaar en niet enkel een handelaar. Doe ik het uit het hart meer en meer en niet alleen nog maar uit de business. Ik ben sowieso een trouw persoon. Antiek aan Namur is een nog steeds onderschatte beurs waar dat de crème de la crème van België komt. Na 20 jaar blijf ik daar nieuwe klanten ontmoeten, steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw, en dus de oude blijven kopen. Dus het is met heel veel plezier dat ik er elk jaar aan deelneem. Ik ben inmiddels, denk ik, 20 jaar bezig als kunsthandelaar. En gemiddeld verhandel ik 200 à 250 kunstwerken per jaar. Dan zitten we aan tussen de 4.000 en de 5.000 kunstwerken. Dat is heel veel. Uiteraard gespreid in heel veel disciplines in de kunstwereld. Maar van die 5.000 zijn er zeker 50 à 100 die mij enorm zijn bijgebleven, waarvan een tiental enorm. En een van die objecten, het zijn er meerdere, maar een van die objecten heb ik ook op de cover gezet van een wintercataloog dat ik elk jaar maakte, nog voor corona. Het is al daterend van 2017. En dat is een portret van Joos van Kleve. En dat is inmiddels een kunstenaar die je eigenlijk quasi niet meer kunt kopen, vinden. Dus iets absoluut museaals, voordat ik toch wel een beetje spijt van heb dat ik het nu niet meer heb.